Toen Marianne Vos in april haar sleutelbeen brak, was het al zeker dat ze tijdens het Marianne Vos Wielerfestival in Aalburg niet aan de start zal verschijnen. Nu was er voor alle fans wel volop de gelegenheid om met haar op de foto te gaan. En ze kon zelfs het startschot geven. Ik had liever nu in koers gezeten en de finale is nu in volle gang en dan, dan doet het wel een beetje pijn om langs de kant toe te kijken. Maar ja, ik heb me ervoor op kunnen voorbereiden, 3 weken geleden gevallen en dan weet je, dan komt het gewoon te kort als je een sleutelbeenbreuk hebt. En een voordeeltje hiervan is wel dat ik de dag van een andere kan beleven en veel meer kan zien eigenlijk van wat er allemaal gebeurt. Bent u een beetje een wielerfan? Nou, ik ben zeker een wielerfan. Het is van jongs af aan al gedaan en ook even wedstrijdsport nog gedaan, maar te weinig talent en toen wel gezakt naar de tourfietsers. En in die zin altijd wielrennen gevolgd, ja. Als we naar de route kijken, dan komen we door alle 7 kernen van Aalburg heen. Wat vindt u dan het mooiste stukje waar ze langskomen? Oei, dat is een moeilijke vraag. Nou, ze hebben natuurlijk allemaal iets, hè? Allemaal een eigen identiteit. En ik vind het altijd wel mooi als je hier in die bergstraat met die groene lommerrijke bomen, hè, de finish zo, is natuurlijk wel het mooiste stukje. Daar komen ook de meeste mensen op af. Maar elk dorp heeft ook wel weer zijn toeschouwers en vind het allemaal heel leuk om het te volgen ook. En, ik ben benieuwd hoe het de komende jaren gaat gebeuren, want Aalburg is eindig natuurlijk. Over identiteit gesproken? Ja, maar dan hebben we 21 kernen. Dus ja. Dat wordt een grote ronde. Wordt een grote ronde. Ik denk ook dat het goed is om daar dan ook naar te kijken en ook de samenwerking met Werkendam te zoeken. En ook elkaar eens opzoeken van hoe kun je dat nou weer een vervolg geven. En, want ja, de Aalburgse route zal denk ik eindig zijn. Maar dan een vervolg geven, dat is de uitdaging. Nu is het vandaag niet meedoen, maar wat staat er nu op het programma voor de komende weken? Ja, voor mij verandert mijn planning eigenlijk vanaf nu niet meer, behalve dus dat ik deze koersen niet doe. Ik ga gewoon op trainingskamp, wat al gepland was, deze week vertrek. En dan in juni weer terug in de koersen. En dat zal de ronde van Engeland zijn, dus dat is meteen weer een grote. En dan de voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. Uiteindelijke winnaar van de 7 dorpen omloop bij de elite vrouwen is Lorena Wiebes. Zij was na 110 kilometer door de gemeente Aalburg de snelste voor Jip van den Bos en Marjolein van het Geloof. Hier staat een heel mooi podium bij de elite vrouwen.